Ik denk dat het goed is, gezien de tijd, 9 uur, dat wij deze rondetafel gaan beginnen. Dus ik heet iedereen van harte welkom. Ook de mensen die deze rondetafel nu of op een later moment volgen via YouTube. Vanavond een bijzondere rondetafel, want de verordening waar we het vanavond over spreken is op 15 september jongstleden al door de Raad vastgesteld. Maar omdat er 3 fracties hebben gevraagd om een rondetafel, is deze alsnog gepland. Dus hierbij een rondetafel over de afvalstoffenverordening Zeist 2020. Even voor de verslaglegging. Mijn naam is Vincent Verwoorden. Ik ben vanavond uw voorzitter. En vanavond op minstens 1,5 meter word ik ondersteund door griffier Johan Jansen. Portefeuillehouder vanavond is wethouder Laura Hoogstraten. Een paar kleine dingen vooraf. Het doel van vanavond is dus informatie vergaren over het voorstel. Dat wil zeggen vragen vanuit de raad en antwoorden vanuit het college. Deze ronde tafel is niet bedoeld om te gebruiken om standpunten uit te dragen over andere wijzen van afvalinzameling. Mijn voorstel is om te beginnen bij de aanvragen van deze ronde tafel. En dan denk ik dat ik bij de heer Bredius moet zijn. Dus ik zou graag de heer Bredius van Nieuw Democratisch Zeist als eerst het woord willen geven. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst 4 technische vragen. Zal ik die eerst stellen? En dan kom ik toe aan inhoudelijke bespreking. De eerste vraag is dat de wethouder heeft in de raadsvergadering van 15 september toegezegd dat het voorstel niet alleen technisch is. Hij heeft dat toegezegd. En als hij zegt het is niet alleen technisch, dan bedoelt hij te zeggen het is niet alleen een technische aanpassing. En als hij dat zegt, dan ontneemt hij de grondslag onder het niet ter inzage leggen van verordening voor inspraak. Is de wethouder het met mij eens dat inspraak had moeten volgen? De tweede vraag is, dit betreft een algemeen bindend voorschrift waar bezwaar en beroep niet mogelijk is. Hij zegt, het raadsvoorstel zegt dat geen inspraak volgt wegens de inspraakverordening, omdat het de uitvoering is van eerder vastgesteld beleidsvoornemen. Maar een verordening, een algemeen verbindend voorschrift, is geen uitvoering van beleid, maar is vastlegging van beleid. Is de wethouder het met mij eens dat ook op dat punt inspraak had moeten volgen volgens artikel 2 lid 2 van de inspraakverordening, die zegt dat inspraak altijd wordt verleend? De derde vraag is dat de wethouder heeft geadviseerd geen ronde tafel te willen. Hij heeft letterlijk gezegd, ik zit niet te wachten op uitstel, het is niet zinvol. Ik zit niet te wachten opnieuw een discussie te voeren over punten waarover al gediscussieerd is. Nou is deze ronde tafel gevraagd en die is er dus gekomen. Maar is het standpunt van de wethouder niet een miskenning van de krachtformule van Zeist, waarin staat dat participatie altijd plaats moet vinden? En hebben we vandaag ook niet gehoord, met het bespreken van het amendement, dat juist aan de voorkant van het proces participatie moet plaatsvinden? En dat er dus ook ruimte moet zijn voor een raadslid of raadsleden om aan de voorkant van het participatieproces een ronde tafel te houden, inspraak te willen en opmerking vraag te stellen. En de vierde vraag sluit aan bij de opmerking van de voorzitter, die inderdaad de wonderlijke instructie heeft bevestigd dat dit een ronde tafel is na een aangenomen verordening. Het is zelfs nog erger, deze verordening die is al gepubliceerd, namelijk op 25 september. En is de wethouder het met mij eens dat het voorbarig was om te publiceren? En betekent dat een ronde tafel nadat de verordening is aangenomen, dat dit eigenlijk het faillissement is van de krachtformule van Zeist, namelijk waar het participatie betreft? Dat zijn mijn 4 technische vragen die gaan over participatie. Daarna zou ik graag de wethouder willen meenemen naar de meer inhoudelijke kant. Dank de heer Bredius, Nieuw Democratisch Zeist. Ik zie vraag of interruptie van de heer Jos Loos-Noord, VVD. Ja, dank je Vincent, voorzitter. Waar ik zelf de problemen mee heb, dat is de uitleg zoals die technisch is gegeven door de voorzitter van de raad. Om eerst het voorstel aan te nemen en vervolgens een ronde tafel daarover te houden. Die constructie ontgaat mij een beetje. En in die zin snap ik ook niet helemaal waar deze bespreking over gaat. Ik snap wel de opmerkingen van Jan. En volgens mij had het besluit in de raad moeten zijn dat het voorstel van tafel gehaald had moeten worden als je een ronde tafel wil houden. Maar dat is een
voor mijn gevoel inhoudelijke discussie die volgens mij anders gevoerd had moeten worden. Inhoudelijk ben ik het wel eens met wat er in de Raad over gezegd is, dat dit het gewoon feitelijk een uitvoeringsvoorstel is van zaken waar we al eerder een besluit over genomen hebben. En in die zin vind ik deze discussie achteraf iets minder zinvol dan die door Jan Bredius nu wordt gegeven. Ja, ik hoorde daar niet echt een vraag in, maar dat terzijde. Ik denk dat voor deze viertal vragen die de heer Bredius heeft gesteld, we naar de college gaan. Om vervolgens de andere vragen van de raad te beantwoorden. Ik geef het woord aan Laura Hoogstraten. Ja, dankjewel voorzitter. Ik doe een eerste start en misschien dat ik gebruik maak van de ambtelijke ondersteuning, Michiel Beek, die mij op de echte technische dingen eventueel nog zou kunnen aanvullen. Eigenlijk de eerste vraag, is het door de wethouder bij de raad, tijdens de raadsvergadering gezegd, dat het niet alleen een technische aanpassing is? Kijk, vorig jaar is er een beleidsmatige keuze zijn er gemaakt. De raad heeft een besluit genomen en dit is een technische uitwerking van onder andere dat besluit. Maar het is ook gewoon een technische uitwerking van een verordening die al de laatste 15 jaar nooit is aangepast. En daarnaast is het ook een praktische uitwerking van de uitvoeringszaken die worden gedaan door... van uitvoeringszaken die naar het college gedelegeerd wordt. Dus het is naast een technische uitwerking ook een praktische uitwerking van uitvoeringszaken. Nou, het college wil daar zo transparant mogelijk in zijn. Dus die heeft het uitvoeringsbesluit ook meegestuurd met dit raadsvoorstel, met de uitwerking van de verordening. Vanuit het idee dat er gewoon door de raad een besluit is genomen over hoe we om willen gaan met onze afvalstoffenverwerking. Is deze uitwerking een technische uitwerking van dat besluit? En is het ook legitiem om daar dan geen inspraak meer over te doen? Omdat er geen inspraak nodig is. Je kan het niet meer wijzigen, want het besluit is al een jaar geleden genomen. Dus ik snap de uitspraak, maar dat laat ik aan het gesprek in de raad vorige week. Dat er door het presidium is gezegd, we doen het voorstel als technisch voorstel op de raadsagenda. Dus als daar een andere volgorde had moeten zijn, dan had dat via het presidium aangekaart moeten worden en uitgewerkt. Maar het presidium heeft het op de raadsagenda gezet. In die zin heeft de voorzitter gezegd, ja, het staat er, dus hij is aan de orde. De raad heeft daar ook zo over besloten, want ik heb het idee dat het is uiteindelijk unaniem aangenomen. Dus uiteindelijk is deze exercitie is natuurlijk prima als er vragen zijn. Maar het is wel gewoon een besluit wat genomen is van een technische uitwerking van een inhoudelijke discussie vorig jaar. Dus die wonderlijke constructie, zeker een wonderlijke constructie. Ik laat het aan u, heer Bredius, dat u het faillissement noemt van de kracht. Van de formule van Zeist. Dat is uw bevinding, daar hou ik me verre van. Volgens mij had ik zo de vragen beantwoord, voorzitter. Nou, kijk naar de heer Bredius of die, tevreden wil ik niet zeggen, maar of die alle antwoorden heeft gehad op de gestelde vragen. Nee, want als de wethouder heeft toegezegd dat het niet alleen technisch is, dan moet toch... De inspraakverordening gevolgd worden. En dan moet er toch inspraak plaatsvinden. En dat is dus niet gebeurd. Inspraak is iets anders dan de ronde tafel. Hè? Inspraak is dat je het ter inzage, ter visie legt. Het argument in dit raadsvoorstel is dat, dat het dus alleen maar technisch is. En dat is dus niet het geval. En het andere punt is dat een wonderlijke constructie. Maar wat vindt de wethouder daarvan als dit nog vaker gaat gebeuren bijvoorbeeld? Als dit is door de raad vastgesteld, dus dit is kennelijk dan een raadsbesluit. De VVD die vindt het ook wonderlijk, maar het kan best zijn dat we voortaan vaker rond de tafels en debatten na raadsvoorstellen of aangenomen raadsvoorstellen gaan houden. Wat vindt de wethouder daarvan? Voorzitter, volgens mij gaat het niet meer over het raadsvoorstel zelf.
deze discussie is een discussie die we gewoon niet gaan voeren vanavond. Het is een ronde tafel over dit afvalstoffenverordening, wat in eerste instantie een technische uitwerking is en daarnaast een praktische uitwerking van de uitvoeringszaken die gedelegeerd worden naar het college. Dat is zeg maar dat het niet alleen technisch is, het is ook een uitvoeringszaak. En daarmee lijkt het me helder waarom het niet ter inzage is gelegd. Deze wonderlijke constructie, dat is de manier zoals dat gelopen is tijdens de raadsvergadering. Maar ik wil me graag gewoon bij het raadsvoorstel houden en daar rond de tafel lopen. En daar sluit ik me aan. Ik denk dat het goed is dat we dit stuk nu parkeren, want ik denk dat we hier niet gaan uitkomen vanavond. Ik denk dat het goed is dat we gewoon inhoudelijk op dit raadsbesluit ingaan. Mag ik dan een vraag stellen over de inhoud van het raadsvoorstel? Zeker. Daar is deze rondetafel voor bedoeld. Dus als u inhoudelijke vragen hebt over dit raadsbesluit, dan geef ik u graag de vloer. Mag ik dan de vraag stellen aan de wethouder waarom het raadsbesluit van maart 2019, als dat zo belangrijk is, niet is meegestuurd? En dan is meteen de vervolgvraag, is of zij kan aangeven waar bijvoorbeeld dat één keer per vier weken, waar het restafval betreft, waar dat in het raadsvoorstel staat. Want de wethouder heeft gezegd, ja, daar heeft de raad een besluit over genomen. U komt daar nu op terug. Ik wil graag weten, waar staat die één keer per vier weken in het raadsvoorstel? Dat staat er niet. Als we kijken naar 2 onder A van het besluit, dan zien we staan met lagere frequentie. En als we kijken naar pagina 6, dan zien we een advies van de RMN in de toelichting staan. En een advies van de RMN is iets anders dan een raadsbesluit. Dus ik wil de wethouder graag vragen, waar staat precies wat de wethouder heeft gezegd in de raadsvergadering, 1 keer per 4 weken? En dat is cruciaal, omdat daar is niet over geconsulteerd. En daar is de raad ook niet over. En dat is dus een wijziging van beleid. Daar heb ik niet te kennis kunnen nemen. Ik wil eigenlijk voorstellen dat we het ook behandelen als een normale rondetafel tussen aanstekers. Dus ik zou eigenlijk gewoon eerst alle raadsleden even langs willen wie nog inhoudelijke vragen heeft over dit raadsbesluit. En vervolgens dan naar de wethouder gaan. Ik heb er nog wel meer. Zeker, ga even gaan. En vervolgens naar uw betoog gaan we naar Peter Tiemgeef. Dus de vraag over waar staat het nou precies? De vraag over waarom de pilots niet meer door de raad besloten mogen worden, maar in handen van het college is. Waarom bedrijven gestraft worden als ze hun afval, bedrijfsafval zelf naar huis te rijden brengen. Dan is er nog een vraag van de kosten van de extra BOA's, omdat die nu bevoegd zijn tot opsporing. De vraag over de considerans boven in het raadsvoorstel is buitengewoon kort. Als je kijkt naar de oude verordening, wordt er eigenlijk in het considerans alleen maar gesproken over het omgekeerd inzamelen. En dan is er nog een vraag van wat doet de verordening eigenlijk tegen de files bij het station huis te rijden die we constateren. Nou, dit waren een aantal technische vragen. Dank. Ik zie de heer Peter Tiemgeef. Zijspunt nu. Ja, dankjewel voorzitter. Het gaat even over de verordening zelf, zoals ze op papier staan. Gewoon een vraag, de kliko van het overal afval wordt er maar 1 keer per maand geleegd straks. Dat zou mensen in problemen kunnen brengen, omdat misschien ze toch wel meer afval hebben. Hoe werkt het dan? Kunnen ze dan een grote container aanvragen? Op welke locaties? Want ik heb ook gezocht naar locaties waar die ondergrondse containers zijn of komen. Ik heb het niet gezien, maar dat kan aan mij liggen hoor. Ik ben niet zo'n goede zoeker eigenlijk. Het is verboden, dus bij die vergelijking, dat is een mooi document trouwens. Verboden om huishoudelijk afval aan te bieden aan andere inzamelaars. Ik heb begrepen dat met name bedrijven dat in het verleden wel hebben gedaan. Hoe staat dat daarmee eigenlijk? Kan dat nog steeds? En hoe werkt dat? Dan staat er ergens op artikel 16.1 en 16.4, het verbod om straatafval of sperfafval achter te laten. Sterker ook nog, je mag ook niet eens containers omstoppen. Wat raar. Mijn vraag is deze grapje. Mijn vraag is, hoe wordt zoiets gehandhaafd? En wat zijn de sancties? Want het staat wel op ja, het is strafbaar. Maar dat de sancties daarop zijn, daar vind ik ook niks in. Tot zover, voorzitter. Dank, de heer Tiemgeef. Zij is het nu. Kan ik nog andere mensen
het woord geven voor vragen aan de portefeuillehouder. Volgens mij niemand, dus dan wil ik eigenlijk ook overgaan naar de beantwoording van de portefeuillehouder. Je microfoon, Laura. Je microfoon staat. Dat ze zijn inderdaad heel inhoudelijk en technisch. Mag ik Michiel vragen om de eerste rit antwoorden te doen? Heb je meegeschreven, Michiel? Ik heb de Kamer best wel vlot. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb het voorstel opgesteld. Jan Bredius vraagt waar in het raadsvoorstel is bepaald dat we 1 keer per 4 weken gaan inzamelen. En waarom het raadsvoorstel niet is meegestuurd. In het raadsbesluit staat dat in alle laagbouwbuurten in Zeist omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd conform het advies van de RMN. En RMN is, en dat advies is bijgevoegd, dus dat is heel expliciet over de inzamelfrequentie. En ietsje verderop in het in de toelichting staat ook dat, even kijken, op pagina 6 wordt gespecificeerd wat dat RMN-advies inhoudt. Dus ook in het raadsvoorstel zelf wordt uitgelegd hoe dat RMN-advies luidt. En als je besluit dat je conform het RMN-advies omgekeerd inzamelen invoert, en in het RMN-advies staat dat dat eens in de 4 weken is, dan is dat denk ik een expliciet besluit. Even kijken. Waarom mogen pilots niet meer door de raad worden besloten? Ik denk dat dat slaat op het artikel dat gaat over experimenten. Op zich mag de raad ook nog steeds over experimenten besluiten. Dit is een mogelijkheid om bijvoorbeeld met die blipvers op straat te gaan inzamelen, dat soort dingen. En is niet verboden voor de raad om met voorstellen voor vernieuwende inzamelmanieren te komen. Waarom worden bedrijven gestraft als ze hun afval naar het recyclingstation brengen? Ik meen dat dat de vraag was. Het afval wat wordt gebracht naar het recyclingstation aan de Zandberglaan, daar betalen inwoners afvalstoffenheffing voor. Dus een aantal jaren geleden is de bedrijfsafvalinzameling door RMN helemaal gestaakt. Ik geloof ook dat dat niet eens meer mocht. En om het in ieder geval niet meer op te halen. En het lijkt redelijk dat huishoudens het afval van bedrijven gaan betalen. Dus in principe is het recyclingstation voor huishoudelijk afval. En wat doet de verordening tegen files bij het recyclingstation? Niks. We hebben met de coronacrisis heel veel aanloop gehad op het recyclingstation. We konden ook minder auto's tegelijk daar verwerken om voldoende afstand te kunnen houden. Dat heeft inderdaad tot aanloopproblemen geleid. En we hebben daar wel verkeersregelaars op ingezet. Ik weet niet of de verordening, de afvalstoffenverordening, het geëigende instrument is om verkeersboetes of iets dergelijks uit te gaan delen. Dus nee, daar doet de verordening niks tegen. De heer Timofeev die vroeg wat mensen kunnen doen als zij toch niet uitkomen met hun restafval 1 keer per maand. Het is zo dat in de buurten waar mensen een vierde container krijgen en dus een restafvalcontainer houden, krijgen zij in eerste instantie een 240 liter container. Als je al je afval netjes scheidt. Ik ben ook inwoner van Zeist en ik zet mijn grijze bak nog maar een paar keer per jaar aan straat. Maar ik kan niet spreken voor anderen als mensen luiers hebben en niet in de buurt een luier inzamelpunt hebben bijvoorbeeld. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om een grote container te kiezen en niet een kleintje. Er zijn 2 maten. En als dat nog niet voldoende is, dan is er ook nog de mogelijkheid om een tweede grijze container aan te vragen. En daar wordt jaarlijks een extra bedrag voor gerekend.
U vroeg nog wat of er in het verleden ook door anderen werd ingezameld. Ik weet niet waar u op doelt. De echte huis, zeg maar het huishoudelijk afval wordt door RMN ingezameld. Maar ik weet van een paar kleine bedrijven op de Steinlaan. Daar kwam, ik weet niet meer hoe dat bedrijf heet hoor. Maar die kwam één keer in zo'n tijd kwam die dan zakken ophalen. Ook wat ze daarmee deden, weet ik niet. Maar dat was niet de RMN. Dus nee, Jos, is het niet zo? Het is gewoon bedrijfsafval, dat doen we als gemeente niet aan. Oké, ja. Ja, mijn fout, je hebt gelijk. Nee, dat was hem, dus laten we zitten die. Ja. Ja. Verder vroeg u nog iets over handhaving. Het is zo, ik heb deze verordening in nauwe samenwerking met Martin Sluis, de jurist, opgesteld. Hij kon er helaas vanavond niet bij zijn, dus de erg juridische vragen kan ik niet helemaal afvangen. En ik heb ook met de BOA's hierover gesproken. Het is vooral van belang dat ze in ieder geval met deze verordening het instrument hebben om te kunnen handhaven. Het is bij afval altijd lastig, hangt een beetje van het soort afval af om achterhalen van wie iets is. Maar er worden wel eens, ik ken de term niet uit mijn hoofd, IDA's heette dat geloof ik, uitgeschreven. En dan betalen mensen een boete voor het verkeerd aanbieden van afval. Dus dat is mogelijk. Oh ja, waar ik ook een beetje op doel, Riel, is in het Walkertvaart bijvoorbeeld, als je daar wandelt, dat je wel eens zo links en rechts om je heen de patatzakjes en zo en de bekers ziet liggen. Ja, ik denk met deze afvalstofverordening hebben handhavers het instrument in handen om te kunnen handhaven. Alleen bij afval is het probleem vaak de bewijslast en als iets op de grond ligt, dan ben je al te laat. Dan moet je bij wijze van spreken op hete daad betrappen. Oké. Ik weet niet of ik vragen heb overgeslagen, maar... Nee, hoor. Volgens mij lief, Michiel. En dank voor de uitgebreide en duidelijke beantwoording. Ja, dankjewel. Ik ga terug naar de raadsleden. Zijn er nog vragen, aanvullende vragen? Ik zie de heer Mulder. Links. Ja, dank u voorzitter. Ik wil het college graag complimenteren met deze uitwerking van het eerder aangenomen raadsbesluit. In Zeist produceren wij nog steeds veel afval, te veel afval. En dat kost gewoon te veel geld. En het moet zo snel mogelijk herbruikbare grondstof goed inzamelen. En ik denk dat met het uitleveren van verschillende bakken en met deze technische uitwerking, dat we daarmee op de weg zijn. Dus complimenten voor het vele werk in coronatijden. Dank de heer Mulder, GroenLinks. Het was niet echt een vraag, maar meer een constatering. Dank daarvoor. Ik zie de heer Bredius zijn webcam weer aanschieten. Ja, dus dat suggereert meestal een vraag. Ja, de constatering dat het duidelijk is, laat ik voor rekening van de voorzitter. Zeker. Ik heb in ieder geval één verduidelijkende vraag. En die heeft natuurlijk inderdaad betrekking op waar dat één keer per vier weken staat. En is het college met mij eens dat het dus een afschuwelijke zoektocht is om erachter te komen waar dat in het raadsbesluit staat uit 2019. En dat er dan vervolgens wordt gezegd, ja, die verordening die is technisch... Dan moet je dus eerst gaan zoeken. Hè? Dus als het ineens één keer in de vier weken staat, waarbij je zegt, nou, dat wordt uit handen van de raad gehaald, dat is nu aan het college die gaat de frequentie beslissen, dan is dat toch een wezenlijke verandering in de verordening, waar nogmaals inspraak op moet volgen, waar een ronde tafel op moet volgen, waar een debat over moet volgen. Dan kun je zeggen, ja, maar daar is al over gedebatteerd. Nou, tot uw dienst geloof ik niks van. Want in het raadsbesluit is dat zo verdekt opgesteld, met een lagere ophaalfrequentie, dat kan heel verschillend zijn. Dat dat niet iets is, en dat is de vraag aan de wethouder, dat dat nou een heel duidelijk ook een inwoners prettig en leesbaar stuk is, waaruit zij de gevolgen kunnen putten. Dus als we het hebben over, kunnen we participatie aan de voorkant verbeteren, dan is dit toch een element waar de wethouder, en dat is een vraag, het mee eens zou kunnen zijn.
Die kom ik zo weer terug bij de portefeuillehouder. Ik zie ook de heer Mulder nog met een vraag. Ja, geen vraag meer. Een interruptie naar de heer Bredius. De kern van de besluiten is het terugbrengen van de hoeveelheid grijs afval. Omdat dat te duur is. De verbrandingsbelasting gaat omhoog. En ja, dus dan kunnen we daar met een juridische stofkam doorheen gaan. Maar we zitten hier natuurlijk met een maatschappelijk probleem. Dat we te veel grondstof gebruiken. Dat de verbrandingsbelasting omhoog gaat. En dus ik heb de ronde tafel. Die kunnen we heel goed over die maatschappelijke uitdaging hebben. En ja, ik mis een beetje die verbinding met waar we als samenleving voor staan met uw technische, juridische vragen, opmerkingen. Dank, de heer Mulder. Daar hoor ik vooral een mening en het uitlokken van een debat. Dat gaan wij hier voorkomen, want we hebben hier gewoon een technische ronde tafel. Ik zie de heer Van Loosenoord. Voorzitter, ik word persoonlijk aangesproken. Hij zegt wat hij mist en datgene wat ik doe. En hij meent dat het juridisch is. Dat is natuurlijk een persoonlijk punt wat hij maakt. Ik wou daar graag op reageren. Gaat er gang. Ja, omdat dat mij is niet gevraagd wat ik ervan vind. En ik ben het helemaal met Kees Mulder eens. Als hij zegt we moeten van die 200 kilo naar 25 en naar nul. Maar de vraag is hoe gaan we dat doen? En doen we dat op een transparante manier met inspraak en met een ronde tafel? Zoals de krachtformule is van deze gemeente. En dat is wat ik gevraagd heb steeds. En waarom doen we dat niet transparant? Zodat iedereen betrokken kan raken. En ook die mening van Kees Mulder en van GroenLinks. Maar ook van Nieuw Democratisch Zeist gehoord kan worden. Dat is mijn punt, voorzitter. Dank. De heer Van Loosenoord, VVD. Ja, het begint een beetje lastig te worden, want we hebben hier geen ronde tafel. We hebben geen debat te voeren, maar ik wilde graag de argumenten van Kees Mulder onderschrijven. In feite is het uitvoering van eerder genomen besluiten en ik wil toch eigenlijk afsluiten deze ronde tafel met de mening die het er al eerder over had. En dan zal misschien Jan daar wel boos over worden. Het is uitvoering en die hebben we aan het college gelaten. En onze taakstelling is om zo min mogelijk afval te produceren. En met name zo min mogelijk grijs afval te produceren. En wat mij betreft is deze ronde tafel verder ook niet nodig geweest. Maar ik ben aanwezig geweest om niet afwezig te willen zijn. Dank. En ik wil toch echt proberen om het debat te voorkomen. Dus ik zou eigenlijk nog naar de portefeuillehouder willen gaan voor de één openstaande vraag van de heer Bredius. Kan de portefeuillehouder daarop reageren? Ja, ga ik op reageren. Kijk, frequentie van afval ophalen is geen beleid. Maar dat is gewoon een uitvoering van het beleid. Dus als we een bepaald niveau willen van het afvalkwaliteit, de kwaliteit die we willen, daar zit dan een frequentie aan vast. En dat bepaalt het college. Dat is zeg maar op deze manier. Dus stel dat er extra vervuiling is bij een plek, dan gaan we daar vaker het afval ophalen. Terwijl als het minder nodig is, een wijk weinig bakken neerzet, gaan we daar minder de frequentie naar beneden doen. Dus het is een uitvoering van het beleid dat we vorig jaar hebben vastgesteld. En nogmaals, ik neem het er verre van dat we niet of onvoldoende de participatie hebben gedaan met betrekking tot dit afvalbeleid. Dat laat ik geheel aan de heer Bredius, die conclusie. En ik denk dat er een prachtige verordening ligt met een uitwerking van een goed debat dat we met elkaar hebben gevoerd over de afvalstoffen en hoe we daar in Zeist mee om willen gaan. Dank. Dan kijk ik rond of er voldoende informatie is gewisseld. Nou, de voorzitter spreekt mij ook, of de voorzitter, ik word ook door de wethouder persoonlijk aangesproken. Ik wil daarop reageren als dat mag. Gaat uw gang, maar houd het kort en probeer niet in een debat te verzeilen. Laten we het dan bij de vragen houden. Hij zegt namelijk dat er wel inspraak is geweest. Ik betoog juist dat over deze verordening geen enkele manier van inspraak is geweest. Dat de wethouder heeft geprobeerd te adviseren dat er rond de tafel niet wordt gehouden. En dat er geen inspraak is geweest, omdat dit alleen maar technisch zou zijn. Ik heb in deze ronde tafel proberen te vragen wat er dan zou... En ik ben ook gesteund door de wethouder tijdens de raadsvergadering. Die zegt, deze verordening is ook technisch, maar ook niet technisch.
En vandaar dat de inspraak had moeten plaatsvinden. Nou, die reactie wil ik nog even plaatsen. Dank u wel. Ik hoor hier ook dat de vragen gaan herhalen. Ik kijk nog even rond of er nog andere raadsleden zijn die over dit raadsbesluit nog vragen hebben. En mocht het anders niet zo zijn, dan denk ik dat wij op dit punt voldoende beraadslaagd hebben. En dat zie ik niet. Dus dan kan ik concluderen dat er voldoende informatie is uitgewisseld. Dan dank ik u allen voor de tijd. Ook Michiel, dank om erbij aanwezig te zijn. Graag gedaan. Ja, u lijkt te willen afsluiten, maar je moet nog steeds de vraag stellen of na een ronde tafel een debat komt. Ik gok dat u hierbij suggereert dat u een debat wil. Nou, voorzitter, ik neem aan dat u die vraag stelt aan de leden van deze bijeenkomst. Nou, dan ga ik het nu vragen. Zijn er raadsleden die hierover een debat willen voeren? Nou, Jos, ik in ieder geval niet. En ik heb net aangegeven dat ik deze ronde tafel, omdat die er was, heb gevolgd. Als er een debat komt, dan denk ik dat de VVD er niet vertegenwoordigd zal zijn. Ik vind het echt een beetje te ver gaan allemaal. Dank, de heer Verloosnoord, VVD. Ik kijk naar de heer Verolme van de ChristenUnie SGP. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben ook geen enkele behoefte aan een debat. En op het risico af dat we de discussie over gaan doen, zou ik de heer Bredius willen aangeven, als hij allerlei overwegingen heeft bij de procesgang van dit stuk, dan denk ik dat het vehikel wat nu gekozen wordt, door de ronde tafel opnieuw te gaan doen en het debat opnieuw te gaan doen, dat juist dat niet bijdraagt aan de mores zoals wij die in Zeist hanteren met elkaar. En dat we niet oppassen dat we juist daardoor de participatie uithollen. En ik zou hem willen vragen om dan in dat geval bijvoorbeeld in het presidium de zaak aanhangig te maken, zodat we in de toekomst dit soort dingen op een correctere manier kunnen afhandelen, als dat zijn zorg is. Ik kijk naar de heer Mulder, GroenLinks. Ja, ik had mijn handje weer naar beneden gedaan, dus dank voor de attentheid. Maar wilt u een debat over dit onderwerp? Geen debat. Dan kijk ik nog naar de heer Timofeef. Wilt u een debat? Geen behoefte, dank u wel, voorzitter. Dan kijk ik naar de heer Bredius. De andere partijen geven aan geen behoefte te hebben aan debat. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik volg het advies van Pieter Verolme en ik sluit me daarbij aan. Dank u wel. Dan dank ik u allen voor de beraadslaging en dan wens ik u allen een fijne avond. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u, Vincent.